Jij kan op die abonneer knop drukken en dan komen wij bij die 150k. Aanstaande zaterdag om half twee vindt de Kraker in de Premier League plaats. Het is Manchester City tegen Liverpool. En die wedstrijd gaan we uh, alvast ja, op vooruitblikken samen met Bas van der Hoven. Welkom. Ja. Uh, en hoe gaan we dat doen? We gaan de elftal eens even naast elkaar leggen. Uh, ja, dan mag jij zeggen wie vind je dan de betere en waarom. Ja. Zullen we gewoon gelijk beginnen? Ja, absoluut. Ik, uh, het, het is een rivalry die er een beetje nieuw leven in is geplaatst ja. dit seizoen. Hè? Liverpool viel natuurlijk vorig seizoen weg. Want we, ik kan me herinneren, we hebben dit twee, drie seizoenen geleden al eens gedaan. Toen zagen de teams nog heel anders uit. Uh, alleen ik hoop dat het wel weer een beetje opgepompt wordt. Dat je dit seizoen weer een nieuw hoofdstuk krijgt. Uh, nou, zoals uh, Arsenal en United uh, begin deze eeuw vaak tegen elkaar, uh, tegenover elkaar stonden. Ook in, uh, in de strijd om prijzen. Misschien, ja. uh, misschien dit jaar weer. Nou, laten we in ieder geval de spelers tegen elkaar afzetten. In ja. het doel uh, Ederson tegen Alisson. Ja. Ja, ja, ik moet zeggen... Het zijn eigenlijk de twee beste keepers van de Premier League, misschien ja. van de wereld. Ja, ik denk dat Ederson, puur als tv-kijker zou ik zeggen, Ederson, dat hij aanvallend ook meer kan bijdragen met zijn, met zijn traptechniek, uh, is in staat om, uh, om aanvallers uh, ja, direct te lanceren. En niet alleen ze te bereiken met een dieptepas, maar ook gewoon nog in de loop, uh, zeg maar. Dat is echt heel bijzonder voor een keeper. Uh, is iets aanvallender... Uh, alleen ik vind Ardisson wel completer, dus ik zou ja? voor uh, Ardisson gaan. Nou, ja. Die heeft wel af en toe zo'n catchetje erbij zitten hè? Maar die heeft dan geweldige ja. reddingen en dan... Ja, ja ik vind hem... Ardisson krijgt meer te doen uh, bij Liverpool. Uh, ik vind hem keeper toch iets betrouwbaarder. En uh, ja, bij de Braziliaanse nationale ploeg is natuurlijk de keuze ook lang op hem gevallen. Er wordt de laatste tijd weer meer gegoleerd. Afgelopen periode was het uh, Ardisson uh, die de voorkeur kreeg. Ja, ze, ze hebben een beetje de pech ook bij het nationale team natuurlijk dat ze elkaar eigenlijk uh, een soort van in de weg zitten. Ja. Um, het scheelt weinig, maar puur keepend, Allison. Allison. schrijf op. Ja. Dan gaan we naar uh, de linksback. Guardiol tegen Tsimikas. Ja. Ja, de Kroaten tegen de Griek. Ja. Zeg het maar. Nou ja, Tsimikas is natuurlijk een stand-in uh, voor uh, Robertson, hè, die met zijn schouder uh, zit. Uitkom geweest, uh, geopereerd. Vaak ja. geblesseerd ook. Uh. Ja. Ik denk dat Liverpool er wel naar snakt, dat hij weer uh, snel terugkeert. Simikas, ja, is typisch zo'n speler. Je hebt altijd wel bij een topteam in de selectie, heb je zo'n, uh, de nummer 20, 21 in de selectie, die ja, eigenlijk duidelijk de con concurrentiestrijd op zijn plek uh, verloren heeft. Uh, het is uh, bij Simikas wel zo. Dus je denkt van, ja, kunnen ze daar geen betere voor krijgen? Het is natuurlijk lastig, want, ja, als je nu als linksback naar Liverpool gaat, en je weet dat je eigenlijk duidelijk de tweede man bent uh, achter Robertson. Alleen ja, het is toch nu wel behelpen. Ik vind, Simakas heeft zich goed ontwikkeld hij, ook na zijn jaar in de Eredivisie. Maar uh, ja, ik vind het geen Liverpool niveau. Dus okay. Okay, ik zou daar altijd voor, ook, voor die kiezen. Ja. Ja, en die krijgt dan weer de voorkeur boven Ake ah, okay, ook, uh, ja. ook, op die linksbackpositie. Ja, en ook voor die Ik denk uiteindelijk dat hij centrale verdediger gaat worden bij City. Uh, alleen ja, het is daar ook een beetje kijken. Vaak komen de aanvallende impulsen vanuit de backpositie, juist uh, vanaf rechts. Uh, je hebt Doku die je nu vaak voorspeelt op links, uh, dan denk ik dat een heel betrouwbare verdediger uh, die uitblinkt in echt het verdedigende werk, dat het wel een goede match is uh, met een dribbelaar daarvoor. Oké, okay. de volgende. Dias uh. tegen Matip. Ruben Dias tegen Joel Matip. Uh, moet je voor Dias gaan. Ja, ja, dit is wel makkelijk hè. Ja, <laughs> ja absoluut. Daar, uh, ja, moet ik daar nog uitleg bij geven of niet? Ja, in één zin. Ja, het ja, is gewoon beter toch? Ja, ik vind ja. het echt een heerser. Ja. Uh, Straalt het ook uit, geeft leiding aan die defensie. Uh, sterk in de duels, rustig aan de bal. Uh, ja, een van de meest complete verdedigers nu in de, in de Europese top. Als Conate uh, fit zou zijn, zou hij dan spelen voor Matip, denk je? Ik zou het wel doen, ja. 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 Maar goed, dat is niet uh, te zaken. Uh, Akanji tegenover Virgil van Dijk. Ja, nou. we, we hebben in de periode nog op, uh, op VPRO een uh, groot stuk gehad over de defensieve cijfers uh, van Van Dijk. En in Engeland vragen ze zich ook af: ja, hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat er in, bij de nationale ploeg af en toe nog wel wat kritiek uh, klinkt op uh, Van Dijk? Uh, en waar hij bij Liverpool juist uh, dit seizoen weer echt uh, ja, onbetwist is. En niet, niet dat er sprake was van dat hij zijn baas pas zo. Nee, maar de oude Van Dijk. Ja, maar er was wel discussie gezag, over zijn vorm. Ja. En hij heeft het gezag, ja, dat heeft hij echt weer terug. Uh, dus ja, ik denk Van Dijk en Diaz. En dan heb je toch een, een fenomenaal centraal duo. Ik denk het uh, de sterkste centrale duo uh, wat je kunt neerzetten in de Premier League. Ja. Uh, misschien dat Sally Barr er nog bij hoort. Die zou ook dan als derde uh, aanmerken. Um, maar ja. nee, deze twee, die, uh, ja, dat is wel echt uh, de crème Sorry. de la crème. Nou ja, daar gaan we van genieten. Dan uh, gaan we naar de, de backpositie: Walker tegen TAA. Trent Alexander ja. Arnold. Er nou, zijn eigenlijk twee verschillende backs. Ja. Uh, Walker is een, een type die, die, die vaak blijft. Die niet per se hoeft op te komen. Maar ook vaak in de laatste linie blijft. TAA die, die ook vaak naar de zespositie kruipt. Wat, ja. Wat, ja. Dus is een beetje appels met peren vergelijken. Ja, Walker is eigenlijk een soort vangnet. Uh, waardoor City ook uh, een stuk aanvallender kan spelen. Want met zijn snelheid kan hij nog zoveel dichtlopen. Hmm. Dat is natuurlijk super comfortabel. Stel je voor, jij bent centrale verdediger. Je speelt met 50 meter in je rug. Aan je rechterzijde speelt Wolker. En je wordt een keer geklopt in de ruimte. Of verrast door een steekpaas, dieptepaas. En dan kan er nog heel veel gecorrigeerd worden met zijn snelheid. Dat is natuurlijk ook een belangrijke reden geweest dat Guardiola hem absoluut niet kwijt wilde. Wolker uh, werd genoemd als uh, versterking voor Bayern. Was misschien na al zijn jaren bij City ook wel weer een keer toe. Aan uh, nieuwe impulsen, uh, prikkels, een nieuwe avontuur. Uh, zoals Kane dat had. Um, maar ja, hij is een van de weinig spelers bij City die eigenlijk. En niet te vervangen is. Dat heeft ook gewoon te maken met zijn profiel. Hij is verdedigend, vrij betrouwbaar, kan, kan aanvallend. Hij zou ook e echt, als een soort Robertson, uh, naar voren kunnen blijven denderen. Ja. Um, dus ja, Guardiola kan daar ook een beetje mee spelen. Hoe, hoe die, welk takenpakket hij Wolken meegeeft. En ja, dat maakt uh, City een stuk uh, ja, veelzijdiger. Um, dus ja, ik denk dat. En heel blij is met Wolken, maar ik wil hier eigenlijk toch Alexander Arnold noemen, omdat ik verrast ben door hem. Omdat hij nu ook in plaats van opkomende back, nu ook naar die zesde positie krijgt? Ja, klopt. En dat, uh, dat is natuurlijk een hele goede zet geweest van Klopp. Uh, sindsdien hebben ze nog maar één keer verloren, als ik het goed heb, in de Premier League. Uh, uit uh, tegen Speurs. Uh, die wedstrijd met die rode kaarten. Ja. Maar hij is verdedigend wel een stuk uh, betrouwbaarder geworden daardoor. Ook volgens mij omdat zijn takenpakket in balbezit wat duidelijker afgebakend is. Af en toe eerst hè, dribbelde hij al in naar het middenveld, maar zocht hij ook vaak die, die flank op. Um, ja, en ik vind de verdediging het ook echt beter geworden, want dat was natuurlijk wel lang zijn Angilleshiel. Um, nee, als je Liverpool ook de laatste, de laatste maand in de Premier League ziet, uh, defensief staat het echt goed. Er uh, komen weinig in de problemen. En ja, op die backposities waren ze vaak te pakken. Als bijvoorbeeld Liverpool tegen United speelde, dan wist je van: oké, okay, United gaat Rashford daar zoeken in die linkerzone tegenover. Alexander Arnold. Met dit is soort top, de wels van oké. Okay, Alexander Arnold gaat defensief in de problemen komen. Ik heb het idee dat hij nu al uh, beter als mannetje kan staan. Wat dat betreft wordt uh, de test zaterdag. Ja, doku uh, tegen ja, TJ. Uh, maar dan komen we straks op de, ja. de, voor, de voorwaartsen. Ja. Eerst nog even uh, ander belangrijk nieuws. Want we hebben deze plakaten een tijdje geleden gehad. 100.000. Ja. Uh, uh, abonnees. maar dit willen we graag, dit is uh, toe aan vernieuwing, toch? Nou, je ziet ze af en toe uh, online wel voorbij komen bij, uh, bij van die influencers, oh. natuurlijk. Uh, dit soort awards. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Maar, Ik uh, weet niet wat je allemaal uh, kijkt, maar. <laughs> Ik zie het voorbij komen, ja, hè? Ja, ja. <laughs> maar uh, nou ja, mooi dat wij het hebben. Toch, ja. een, uh, toch een eer. Ja, we gaan, maar we willen nou die 150.000. Er zitten we vlakbij. Ja. We hebben nog ja. volgens mij 1000 abonnees te gaan. Ja. Wat heb jij ervoor over, om die uh, laatste duizend binnen te halen? Kunnen we meet and greet of zo? Of een uh, leuk dancehall werd er al geopperd door jou. Ja, ook? Gary Lineker heeft gezegd dat als Lester de titel zou pakken, dat hij in zijn box short Match of Today uh, zou presenteren. Zeg, Dat gaat me net, uh, <laughs> net te ver. Ja, Heel kast. Maar misschien, <laughs> <laughs> misschien kunnen we ook iets creatiefs doen uh, buiten de studio ook. Hè? Mensen kennen ons natuurlijk met uh, deze achtergrond. Uh, Op locatie. Op locatie. Ja, jij ja. Ja, dus, ja, je hebt jou je natuurlijk al gezien met een. Uh, een worst. Ja, geit in de worst. Ja, nou ja, ja. Kom op, abonneren! <laughs> Oké, okay, we gaan naar het middenveld. Uh, dan hebben we Bernardo Silva. En Ik ja. wil je vergelijken met... Want het was een beetje de vraag. Ja. Uh, met wie je ervoor wilde hebben. Uh, ik heb Jones. Ja. Want het is een beetje de vraag wie daar gaat spelen. Ja, klopt. Het middenveld is natuurlijk eigenlijk ook vrij lastig tegenover elkaar te zetten. Omdat ze bij Liverpool over het algemeen met punten achter gespeeld wordt. Uh, en bij City ja, het veel creatieverheidelijker ingevuld wordt. Ja. Um, ja, Bernardo Silva is een speler, niet alleen qua naam, maar hij, doe, hij doet me ook qua profiel denken aan David Silva. Uh, technisch volmaakt, uh, zo soepel, uh, ook positioneel veelzijdig. Je kunt hem hangend vanaf rechts laten spelen, maar ook op het middenveld. Ik denk dat David Silva, denk ik dat hij toch vaker gemist wordt bij City dan wel eens gedacht wordt uh, door ja, de buitenwereld. Geweldig speler. Ja, want met één zo'n speler in het elftal loopt het positiespel zoveel vloeiender. En uh, nee, je merkt dat nu bij City, hè? die selectie is iets dunner geworden op het middenveld. Of in ieder geval iets andere karakter gekregen. Um, en nu met, met Kovacic natuurlijk aan de bal wel een begnadigd dribbelaar is. Maar ik vind hem pasend echt wel een stuk minder, uh, ja, een stuk minder dan bijvoorbeeld Bernardo Silva en David Silva. Uh, maakt het spel ook wat minder vloeiender. Mm. Uh, en ja, Bernardo Silva is wat dat betreft wel uniek in zijn soort. Dus ik, uh, ik zou altijd voor hem kiezen in een combinatie. Ja, ja, Jones, Het kan natuurlijk ook nog Gavenberg zijn. Dat ja. zou natuurlijk leuk zijn als hij uh, ja. gaat spelen voor de Nederlanders. Ja, bij Liverpool zie je natuurlijk dat ze in die middenlinie dat ze eigenlijk nu aan het uh, vervellen zijn als het ware. Hè? Henderson en uh, vertrokken. overtrokken. Um, interessante strijd daar. Gavenberg presenteert zich echt wel uh, ja, goed. En doe heb je ook nog? Ja. ja. Ik vind Gavenberg naar voren toe vind ik het de meest interessante speler. Ik denk dat Jones voor klop nog iets betrouwbaarder is. In dit uh, Colibra-wedstrijd. Um, maar ik denk naar de toekomst toe. Gravenberg uh, gaat wel een spelen worden daar. Oké, okay, mooi. Uh, Rodri tegen McAllister. Ja. Ja, McAllister is natuurlijk een beetje... Met rug nummer tien. Dat vind ik ook wel mooi dat hij dan een rug ja, nummer 10 heeft. Ja, en eigenlijk vaak in een controlerende rol nu uh, bij Liverpool. Uh, misschien ook wel tegen Wilde en Dank. En Brighton speelt natuurlijk vaak wel aan bij de 8 Nationale ploeg mm -hmm. ook. Komt hij veel vaker in de box ook en, uh, ja, en tegenaan. En ja, alleen het is nu bij Liverpool echt even zoeken uh, na, ja, naar die controlerende rollen. Uh, ja, door de middenvelders ook die vertrokken zijn. Um, maar hij vult dat ja, uitstekend in. Hij, je kunt van hem niet meer verwachten in deze rol denk ik. Alleen ja, Rodri is natuurlijk wel een stuk beter. En Rodri is juist interessant dat hij zich aanvallend weer uh, vaker laat gelden. Hè. Met meer afstandsschoten. Uh, blijkt ook uit de statistieken. Um, dus hij is niet alleen meer de, het rustpunt. Hè, met uh, de slimme pases, uh, het bepalen van het tempo. Maar hij uh, ja, ook naar voren toe uh, meer en meer een wapen. Ja, um, dan gaan we naar de buitenspelers. Ja, de, de derde middenveld. Oh, oh, ja. ja. ja, we hebben er nog één. Ja. Inderdaad, we hebben inderdaad uh, Choppersly uh, tegen Alvarez. Andersom moet ik zeggen: Ja, Alvarez. Alvarez is wel interessant, want die, normaal speelt ja. hij natuurlijk Kevin de Bruyne. Maar die ja. heeft. Uh, ja, toch een hoop doelpunten gemaakt inmiddels al vanaf die positie. Terwijl ja. ik dacht, dat eigenlijk een spits was. Ja. Ja, super, supervaardige speler. Echt heel knap. Al binnengekomen als, als spits inderdaad. Eigenlijk, hè, als, als de backup voor, uh, voor Haaland. Uh, nou ja. Wees maar eens back-up voor Haaland. Ja. Dat is lastig. Ja, daar moet je op iets anders gaan bedenken. Ja, de honger, de honger van Haaland is eigenlijk nooit uh, te stillen. Dus je, ja, je moet het ook met vrij weinig uh, minuten doen. Ja, je ziet het, ze toch wel van zijn gezicht afdruipen als hij na een uur uh, naar de kant gehaald wordt uh, door Guardiola. Hoe begrijp ik ook misschien door het programma. Alleen Alvarez, ja, heeft zich ook meer gepresenteerd als aanvallende middenvelder. En dat zag je ook wel een beetje in zijn spel dat hij dat wel zou kunnen. Uh, bij de en Nationale ploeg. Uh, vaak ook wel tussen de linies. Uh, doet dat heel goed. Uh, ik vind, sly, vind ik een van de revelaties uh, van dit seizoen. Wat een aankoop. hè? Ja, en in statistieken valt het eigenlijk nog mee als je kijkt uh, naar het aantal uh, doelpunten en assists. Volgens mij is hij nu direct betrokken geweest bij drie goals. Um, hij nou, probeert het wel vaak hè? Ja, voor... ja, en ik denk ook echt dat het een kwestie van tijd is voordat we het rendement gaan uh, zien toenemen. Want ik vind, hij heeft iets dwingends in zijn spel. Uh, die directheid. Uh, het was je de laatste jaren op het Liverpool-Middenveld -midden wel minder gewend. Liverpool-Middenveld dat is eigenlijk vooral een teken van uh, het ondersteunen van die buitenspelers. De aanvallen gebeurden met name via de flanken. En uh, ja, nu hebben ze ook in de as uh, ja, echt een, ja, een speler met veel directheid. En uh, dat is leuk om te zien. En ik, ik vind het echt een hele goede aankoop. Wie kies je dan van die twee? Alvarez of Soboslai? Ja, voor het middenveld zou ik voor Soboslai gaan. Ja. Duidelijk. Dan gaan we naar de buitenspelers nu wel. Ja. Uh, Doku... Die ja, ongelooflijk uh, speelt ook weer bij België, hebben ja. we uh, gezien. Tegen Louis Diaz. Nou, ik ga voor Doku. Ja. Hij laat wel zien hoe belangrijk het is om in een selectie verschillende profielen te hebben. Um, want dribbelend is Ousmane Dembele misschien nog wel beter. Hè? Uh, als je puur dribbelend uh, gaat kijken. Alleen City miste een dribbelaar. Iemand die la ja. uh, Sané euh, Sterling, uh, met zijn snelheid, een tegenstander. Links uh, of rechtsom, ja, dat ik allebei, uh, Uit evenwicht ja. kan brengen. En die, nou, ik, kan me bijvoorbeeld, uh, van eerder dit zo nog die uitwedstrijd tegen West Ham herinneren, ...waar die echt fenomenaal was. Als dus je ziet dat er dan even de ruimte is, als ze aan het rondspelen zijn. Uh, zodra ze, de middenvelders merken van, oké, okay, nu is er de kans om Doku in de 1 tegen 1 te brengen. En dan gaat het ook plotseling sneller. Want zet hem in de 1 tegen 1. Hè, met uh, 15 meter voor zich. Ruimte die, die kan bespelen in de diepte. Ja ja dan, uh, dan kan hij echt het verschil maken en uh, Guardiola heeft natuurlijk ja eigenlijk altijd wel zo'n speler in zijn selectie gewild uh, ook bij City ja maar hij heeft toen Grealish natuurlijk voor een hoop geld gehad ja dat is, heel ander dat, type ja dat ja. is iemand die uh, de lijnen dichtloopt uh. en het is wel hij, hij speelt daar een beetje mee ook met de invulling van die rol Sterling en Sane waren ook nooit helemaal uh, zeker van hun basisplaats we toch regelmatig groeide uh, Doku is natuurlijk in deze fase van zijn carrière wel een speler die dat makkelijker uh, zal accepteren. Um, alleen hij wil wel altijd zo'n type. Alleen Sterling en Sané verloren op een gegeven moment wel hun, uh, hun geduld. Hè? Als ze dan in de echt grote wedstrijden, bijvoorbeeld in de No-Card-fase Champions League, op de bank zaten. En uh, met Doku, uh, die, is, die is nog jong. Uh, nog net wat reet gerookt, uh, wat dat betreft. Wat bescheidener denk ik ook. Uh, Kneepaar. En uh, ik denk dat Guardiola ontzettend blij is met de komst uh, van hem. Oké, okay, dus je gaat neem ik aan dus voor... Uh... Cool. ja oké okay. uh, andere kant hebben we Salah staan tegen ja. wij vermoeden dat uh, Foden daar gaat spelen ja. komend uh, weekend ja Salah ja dat is ja. hoeft het ook niet zo lang over te hebben al moet zeggen, Foden wel echt belangrijk hoor en uh, ja. die brengt ook weer nieuwe energie uh, pit dat is uh, ongelofelijk Hoeveel meters zijde loopt dat is ja. ongelooflijk. Ja, het is wel mooi als je als je vergelijkt uh, top in de Premier League je hebt inderdaad uh, Foden bijvoorbeeld je kunt eigenlijk twee categorieën zien. Hè? Want de kwaliteiten, die hebben ze allemaal. Waanzinnig aan de bal. Sommigen lukt het nog om seizoen in, seizoen uit dat te koppelen aan rendement. Hmm. Sonnen is er ook zo een. Ja. Die altijd zijn doelpunten uh, meepikt. En natuurlijk hebben ze dan wel even mindere fases. En als je het rendement kijkt, uh, over een langere periode, dat is echt verbluffend. En uh, ja, Salah is er ook zo één. Misschien wel het voorbeeld. Als buitenspeler telkens maar weer deze cijfers halen. Ja, het is echt heel bijzonder en uh, ja daar kun je niet omheen ik, ik had niet verwacht dat hij we hij afgelopen jaar iets minder jaar dus ik had hem niet in mijn fancy ja. League team uh, opgenomen nee jij mist, uh, mist wel meer bepaalde spelers in. ja laten we het daar ook maar niet over hebben ja. we kunnen het uh, heel lang over de spitspositie hebben maar ik denk ja het ja. maakt niet uit want Haaland zet hem tegen over Nunez zet hem tegen over Gakko zet, ja. uh, zet hem tegen over Jota zet hem tegen over wie dan ook uh, misschien Kane hè, hij had, de... hij had een mindere, even mindere vorm dat hij niet ja. scoorde ja, ja dan alsnog nee, belangrijk genoeg voor de elftal? Ja, ook? absoluut. Uh, alleen als stoorzender, als uh, ja, bliksemafleider. Als je ziet hoeveel tegenstanders hij bezighoudt, dat levert natuurlijk ook heel veel ruimte op voor anderen. En dat zorgt er juist voor bijvoorbeeld dat een doku uh, vaker in de 1 tegen 1 komt. Uh, nee, ja. ja, we, ja kunnen we kunnen niet hard. om haar heen nee, 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 Precies. Dan hebben we die op. Dan heel kort nog, uh, de coach, Guardiola of Klop. Oh ja. Ja, dat is echt een keuze. Ja. Smaak? Ja, dat is echt smaak. Ja, jouw ja. smaak is? mijn smaak is uh, <laughs> nou, qua <K> persoonlijkheid <laughs> nee qua persoonlijkheid is het uh, een Guardiola Guardiola ja ik moet zeggen klopt ik vraag ik, ik denk wel dat het oprecht is maar ik vraag me wel ooit af als je zijn uitdrukkingen ziet bij Guardiola komt het wel oprechter over en die bevlogenheid af en toe ik kan me een moment herinneren dat met Nathan Redmond. die had dan met Southampton ah, yeah. tegen hè, dat hij een beet beetpakt en uh, heel gepassioneerd op hem inspreekt uh, uh, ik denk dat dat bij Guardiola altijd echt is, dat hij zich niet kan beheersen mm -hmm. en ik denk dat bij Klopp af en toe ook een beetje bespelen is van de buitenwereld, uh, het er bewust van zijn dat de camera bovenop je staat, uh, geweldige manager, alleen persoonlijk, uh, Guardiola. Guardiola. Oké, okay, nou dan zien we jouw uh, elftal, uh, nou dat is een super elftal geworden, dus met alle... Ja vind je? Ja, ja zeker, okay. zeker. Dan wil ik alleen nog een uitslag van je horen, of, wat voor wedstrijd gaan we zien? een uh, heel doelpuntrijke wedstrijd. Dat zie je vaak wel in de, in de Premier League, de laatste tijd bij toppers ook. 4-4. Chelsea was. City was echt een, uh, echt een fenomenale wedstrijd. Um, ik denk 4-2. 4-2? Ja. Dus voor City? City. Okay. Nou, je ja. Dankjewel. Wil jij nog afsluiten? Wil je alleen nog even vragen of de mensen willen abonneren? Want misschien hebben ze dat uh, toch gemist. Ja, we hebben natuurlijk deze, deze prachtige button. We willen graag uh, zo snel mogelijk naar de 150.000. Dit jaar nog. ja. En welke belofte zat jij erop? Ik, ik ben er niet uh, aan het pas gaan. Maar mogen mensen. Ik denk niet dat mensen iets willen van mij. Je kunt maar. aardig zingen, toch? Ja, ja. willen we iets zingen? Ja, oké. Okay. Nou, we kijken wel. <laughs> okay. Kunnen mensen invullen? In ieder geval, uh, veel plezier bij de wedstrijd. Aanstaande zaterdag dus om half twee. Uh, voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende.